Dylan, vandaag geen ereplaats voor jou in de sprint. Nee, vandaag ben ik nooit echt als sprint toegekomen, dus daar baal ik wel van en dat is jammer. We moeten gewoon weer kijken hoe we dat de volgende keer weer beter doen en beter in positie komen. En dan weten we gewoon dat de benen echt wel weer goed zijn, dat hebben we gisteren gezien. Soms hangt het, wat ik gisteren ook zei, van de laatste puzzelstukjes in elkaar. En vandaag lukte dat gewoon niet en nu is het weer op kijken naar de volgende kans. Maar als bij toeval wint, of geen toeval, wint dan Fabio vandaag. Een beetje symbolisch voor ons, zie je dat ook zo? Ja, als ik dan zelf niet win, hè, dan is het Fabio enorm gegund. Het is voor beide een rottijd geweest, maar voor Fabio nog en dan veel meer. En dan is het een tegenstander. En gelukkig zijn we weer tegenstanders, maar is het wel een tegenstander die ik het enorm gun. Je hebt hem gefeliciteerd, veronderstel ik. Ja, natuurlijk. Hè. Ik denk ook dat we elkaar beter maken. En het is gewoon geen leuke periode geweest. En zeker voor Fabio niet. En dat hij dan nu weer terug wint. Daar kunnen we alleen maar heel veel bewondering en respect voor hebben. En een spetje ervoor afzetten. Dus dat doe ik bij deze ook. Tot slotvraagje. Is die leiderstrui ook morgen nog te verdedigen, denk je? Ja, ik denk dat morgen echt best wel een lastige rit is. Er komen nog sprinterskansen aan. Maar heel eerlijk gezegd tel ik morgen er niet bij in. Ik moet nog even goed kijken naar het parcours. Maar normaal gesproken gaat het echt wel lastig zijn. En ik denk dat het voor anders voor de renners gaat zijn. Is goed, dankjewel.